beginnen. Er is dus een Cold Castle. En er, alle bands zijn gereset. Dus wie heeft er momenteel een band? Laat het even weten in de chat. Want ik heb vandaag ook wat mensen geband. Dat betekent dat jullie een unban hebben op de SOTW. Dan gaan we nu verder naar de Cold Castle. Dit is een nieuwe Cold. Dit is de buitenkant. Is een soort van ophoging. Daar loop je dan. En je hebt meerdere ingangen. Dan zie je hier dus een lijntje. Die route moet je volgen. En dan is hier midden de Cold Castle waar je moet cappen. Dus er zijn twee ingangen. Dus dit is de binnenkant. Hier kom je dan binnen. Er zijn ook genoeg hiding spots voor bards. Je kan er bovenop, je kan in het gebouw zelf. Dus dit is dus een nieuwe cult. Dit is dus de Gapple Refiler. We hebben dus een item. Blaze Cooper heeft die image gedaan. Even kijken. We hebben dus een item. Je moet één keer op iemand slaan. En dan laat het aantal Gapples in de chat. Dus stel ik hit Alexander met de Gapple Refiler. Dan staat er bijvoorbeeld 46. Dat betekent dat Alexander nog 46 Gapples heeft. Dus liegt er iemand over zijn Gapples. Dus stel je hebt iemand getrapped of zo. Dan kan je de Gapple Refiler gebruiken. En dan zie je gewoon hoeveel Gapples hij nog heeft. Of iemand op cult. Stel iemand zit op cult te fighten en je crit hem uit met heel je fack. Je gebruikt de Gapple Refiler en je ziet hoeveel Gapples hij nog heeft. Dus of je hem door moet chasen of niet. Dat is wel een sick item. Yep. Alright. We hebben ook de autoclicker corrector. En laat even weten in de chat. Wie heeft hier een Model D-muis? Laat het even weten. Alexander, je hebt een Model O, toch? Ja, ik heb Model O. Ik heb Model D, ik heb Logitech, ik heb van alles. Nou, heel veel mensen hebben dus die muis gekocht om hele hoge CPS te halen. Wat er dus gebeurt, je hebt geen extreem groot voordeel meer als je hele hoge CPS klikt. Dus ik weet niet of ik het aantal kan zeggen. Maar vroeger was het verschil heel erg groot en kochten mensen dus speciaal een debounce muis om een groter voordeel te hebben. Dus je haalt nog steeds wel een iets groter voordeel, maar het is een beetje aangepast. Dus zodat mensen met minder CPS ook makkelijker kunnen traden en ja, dat soort dingen. Aangezien bij Minecraft je minder knockback pakt en wanneer je hoge CPS hebt, dus Frusky laat dit compenseren. Dus dit zorgt ervoor dat mensen met lagere CPS ook beter kunnen traden. Dus je hebt in principe niet meer echt aan een autoclicker of Model O muis, een stuk minder. Een nieuwe donor mine. Ik laat het even zien. Dit is het design geworden. Ik vind hem heel vet. Wat vind jij ervan, Alexander? Ik vind hem ook wel ziek. Ik vind hem echt. Dit is de ziekste mine so far gewoon. Ja, dit is gewoon de mine in het algemeen. Ja, precies. Ja. Volgens mij heeft Jenny dit gebouwd. Ziet wel ziek uit. Waarom zijn er geen oors? Dit is pure design. De oors die zie je gewoon als de map bezig is. Dit is gewoon het design. Ja, jongens, we hebben dus ook een andere PvP mine. Dit is de look van een gang zelf. Het is een heel groot gangenstelsel. En dit is het midden. En je kan de PvP mine niet meer capturen gewoon met heel je fack. Want daar is je gewoon simpelweg te groot voor. Dus wat vind jij ervan, Alexander? Ik vind het wel ziek. Ik ben benieuwd wat hij is in het echt, want ik heb hem natuurlijk niet gezien. Ja, wij gaan heel veel PvP mine, maar ik denk wel als je hier vast zit. Bijvoorbeeld Crown komt in één keer achter je aan, dat wel heel lastig is om hier uit te komen. Jelle heeft Castle gemaakt. Oké, SO naar Jelle, boys. Zieke build. Maar is het boven gewoon open? Of hoe ziet het van bovenkant eruit, zeg maar? Moet je ergens nog doorheen lopen? Als het goed is, staat die in de trailer. Ik heb gewoon alleen deze pictures gekregen. Citadel, de Citadel Change. Ja, er is dus de Citadel is geswapt. Dit is dus de vorige Citadel voor de mensen die hem kennen. Dus die is gewoon helemaal teruggezet. Dus ja, hier kan ik niet heel veel over vertellen. Dus we gaan verder naar het nieuwe event. Dit is dus het Conquest event. Heel veel mensen die weten dus ongeveer wel wat dit is. Je hebt dus 3 capture points. En je kan als faction maar 1 eigenlijk cappen.
Je kan twee, maar dat lijkt me van niet. Want er komen bizar veel factions naar dit event toe. Ja, het is simpelweg als je met de meeste mensen, als de timer is afgelopen, als je met de meeste mensen op de cap staat, dan is het punt voor jouw faction. Dus elke ronde worden dus 3 punten gegeven. Ja, om de 30 seconden dus. En zodra de timer op 0 komt te staan, krijgt de faction met de meeste mensen op de cap dus die punt. En degene die uiteindelijk op eerste blijft, na een bepaalde tijd, die wint dan dat event. En je ziet hier ook, even kijken, je ziet hier dus de namen, de members, de stats. En er zijn ook nicknames toegevoegd, zoals Dory. Er zijn heel veel nicknames voor factions die je kunt kiezen, dus wees er snel bij om een leuke nickname voor je fact te kunnen kiezen. Dus je kan hem niet zelf verzinnen, maar die zijn al verzonnen door Blazer Cooper en zijn team. Dus ja, dit zijn dus de caps. Het is allemaal gemarkeerd. Dit hier is in een cave. En dit zijn gewoon 2 torens. Ik had hier niet echt een gif voor, maar Base Rollback Mechanic. Wij zijn geïnside vorige map. Dus stel dat was niet gerollbacked, moesten we dus helemaal rebuilden. Dus wat er nu gebeurt, je hoeft niet meer te rebuilden. Alle items wat in de kisten lagen, die zijn wel weg als je raidable bent gegaan. Maar alles wordt gewoon gereset, dus hoe het eerst was. Dus je hoeft niet meer je base te rebuilden als je raidable bent gegaan. Dus dat zorgt er ook voor dat minder mensen gaan quitten tijdens de map. En dat de map veel langer blijft leven. Want ja, wie heeft er nog zin om verder te spelen als je gewoon helemaal dan bent met de map? Anti-kite mechanic. Als je die rot gebruikt. Dus ik rot hier Blazer Cooper zoals jullie zien. En uiteindelijk dan haal ik hem gewoon in. Het is een korte gif, maar je ziet wel snel dat ik dichterbij kom. Dus als je Blazer Cooper, in dit geval Blazer Cooper, continu rot en je switcht steeds van hotkey, dus 1-2, 1-2, 1-2. Dan gaat er ook geen durability van je rot af. Even een tip voor de mensen die niet zo goed zijn in rollen. Maar ja, je kan dus je rot gebruiken om veel makkelijker mensen te chasen. Ja, en dat is gewoon heel efficiënt als je iemand chase vanuit end, want de end kites zijn momenteel veel te makkelijk. Alright. Zo. Dan gaan we verder. En ik zie niet echt vragen. Ja jongens, ik heb 3 beeldschermen. Dus één heb ik de chat, de andere hier. En dit is de webcam. Dus ik kan heel moeilijk goed kijken. Dit item is insane. Dit is de, even kijken, de teleportal. Nou, deze kan je dus in een enemy claim plaatsen. Deze kan je dus uit een crate krijgen. Als je hem dus neerzet in een enemy claim, dan telt hij af. En als degene van die claim, dus de enemy, heeft dus een 40% oppakkans als hij hem weghakt. Dus zodat het niet pay to win is. Dus stel iemand met heel veel geld, die koopt al die keys en die gebruikt hij in jouw base en jij hakt hem gewoon simpelweg gewoon weg. En dan heb je ook nog kans om hem zelf te bemachtigen. Nou, wat dit dus doet, stel je zit in een faller en één iemand is doorgegaan in de base. Hij plaatst die neer en als die timer is afgelopen, dan wordt heel je faction, die daar dus is, geteleport in die base. Dus dat is echt fucking OP als je hem goed gebruikt. Je pakt hem gewoon met slash portal als je hem hebt. Dat is gewoon even handig om te weten. Als de enemy hem niet sloopt, dan expired hij in 2 minuten. Is ook wel handig om te weten. Hebben we ook nog minor abilities, boys. We hebben tier 6 en 7 toegevoegd. Op deze gif zie je wat het doet. Nou, als je hier ziet, ja, je hebt dus kans dat alles in één keer weghakt. Met een mooie animation. En hoe hoger dus je tier, 6 of 7, hoe meer kans op dit effect. Dus je kan hier echt extreem snel mee minen. Dus veel minen en heel veel mensen hadden al de hoogste tier in 1,5 week. Dus dat is natuurlijk heel snel. Dus die mensen kunnen nu ook deze tiers halen. Dit zijn Fru credits. En met Fru credits kan je perks kopen. Animations. En daar ga ik jullie nu meer over vertellen. Dit is helemaal nieuw op Frusky. Fru credit.
Wat zijn perks? Dat ga ik je zo vertellen. We hebben perks zijn bepaalde dingen die je kunt doen met die vroegcredits. Die kan je kopen daarmee. Alright, we hebben de backpack perk. Alle ores die je mined in de mine komen in je slash backpack. Als je deze perk hebt gehaald, dan heb je een soort van backpack. Dus je hoeft niet continu je inflegen te maken. Maar het stoort gewoon in je backpack en dat is gewoon heel chill. Ja, alle ores komen erin. Behalve de emerald zoals jullie zien. Er staat geen emerald. Dus ook al heb je deze perk en je mined gewoon in de PvP mine. Dan zorgt dat er alsnog voor dat je gewoon ja, al je ores verliest. Al de emeralds. Zodat het niet te OP is. Even kijken. Backpack. Oh, backpack is niet OP hoor. Ik vind hem chill. Ik vind hem heel handig. Dus dit kan je dus gebruiken om al je ores in te storen. Dus je hoeft het niet in je ender chest. Ja, het is gewoon heel handig om te hebben. Kom. Dit is niet heel OP. Maar wel heel handig. Net zoals de bottle perk. Ja, de bottle perk. Je doet gewoon slash bottle als je deze perk hebt. En al je XP wat je op dat moment hebt. Dus Blaze Cooper had op dit moment. Je kan zien door wie het is gestoord. Dus wie de perk heeft. In dit geval Blaze Cooper. Blaze Cooper was level 181. En ja, dat zit nu allemaal in deze bottle. En die kan je dus verkopen voor heel veel geld op slash AH. En ja, of je kan hem gewoon houden en later op jezelf gooien als je wil gaan enchanten. Dus de bottle perk is ook echt super handig. De pick-up filter. Nou ja, je doet gewoon slash filter. Dus hier kan je alle items indoen die je niet op wil pakken. In dit geval pak je deze blokken niet op, want dit staat in jouw pick-up filter menu. Ja, je doet dan gewoon slash filter. En je zorgt ervoor, stel je gaat naar COD, dan kan je allemaal items indoen die je niet op wil pakken, zoals steak en zo. Zodat je alleen maar gear en speciale items oppakt. Dat is ook handig voor base PvP. Dus ja, dit wordt denk ik het meest gebruikt voor base PvP en COD. Dus het is gewoon handig voor heel veel scenario's. Zodat je alleen maar useful items oppakt. Jongens, jullie kunnen ervoor zorgen als jullie een suggestie maken dat je ook gewoon hier aan kan komen uit een daily crate. Maar Frusky is gewoon zo gewoon minder qua features dat ze gewoon deze features hebben gehaald. Ja, ik vind het heel chill, want dit is gewoon heel handig voor mensen die ook Custom Plus hebben. Die hebben het in principe al uitgespeeld. En ja, dit zijn gewoon allemaal nieuwe dingen om de server meer variatie te geven. Dus ik vind het heel positief. Dit is de Building Wand perk. Nou, als je op de blocks klikt, hier zie je dus de crosshair. Op dit blok. En dan plaatst het deze blokken. Je kan het ook dik maken door hier je crosshair op te houden. Dus je kan bouwen met een wand. Dit zorgt ervoor dat je supersnel bases neer kan zetten met deze wand. Dit is dus de Building Wand perk. Ook de Flight Claim perk. Nou, dat spreekt voor zichzelf. Je kan hiermee vliegen als je PvP timer hebt. Eigenlijk in je eigen claim. Als ik het goed heb, gewoon puur handig om mee te bouwen. En op SO2 werkt die ook, als ik het goed zeg. Blaze Cooper, als je de stream kijkt, je kan hem altijd verbeteren. Maar er is dus een Flight Claim perk. Je kan hem ook bekijken in de trailer wat hij precies doet. Maar daar staat meestal maar één zinnetje. Dus je kan ermee vliegen, alleen op je eigen claim nogmaals. En niet in combat. Niet in combat, boys. Strength nerf. Jullie hebben vast wel mijn video's gezien waar ik samen met Finnick een strength gank ability combo deed. Dus ik rushte iemand zijn base en ik en Finnick en nog iemand anders deden de ganker. Dat is een bard item. En dat zorgt voor rode effecten en als je dan ook nog een bard hebt in de muur en die pult strength. Ja, dat is eigenlijk echt crazy OP. Dus die strength is dus generfd. Je kan niet meer echt een strength gank combo maken. Jongens, ik vond het wel een leuke combo. Maar ik snap de strength nerf op zich wel. Want ja, als je zo'n combo op je krijgt. Ja, dan ben je gewoon dood. Kijken, mini changes. Deze mini changes, boys. De Holy Carrot is gebufft. Is een partner item. Dat is een een wortel die je kan gebruiken. En dan krijg je extra absorption. Nou, de timer is langer daarvan. Van 2,5 minuut naar 3,5 minuut dat je hem houdt.
De waiters zijn geremoved. De knockback daar, ja, die vond ik eigenlijk niet echt chill. Het heeft ook meerdere redenen dat het is geremoved. Dus waiters zijn gone. Je kan nu slash stats doen bij offline spelers. Dus jullie kunnen mijn stats bekijken, ook al ben ik niet eens online. Dus gewoon stats Gerlof bijvoorbeeld, als ik niet online ben. Oké, jongens. Niet naar die laatste mini-change zeggen. Die is dus niet meer doorgevoerd. We hadden eerst een invis boek, maar die is dus eruit gehaald, krijg ik nu te zien. Je krijgt nu alleen faction points van kills als ze zijn gemaakt in Warzone of in End. Dit geldt ook voor als je doodgaat. Je verliest alleen faction points als je in de Warzone bent of in de End. Creator code, boys. De partner keys gebruiken natuurlijk mijn code, Gerlof. Ik ga daily uploaden. Ik ga zoveel mogelijk doen voor de server om zoveel mogelijk spelers online te krijgen en gewoon goede content neer te zetten.